Dus dan werk je in de muziek en dan denk je bij jezelf, nou weet je wat, ja, ik ga lekker snuiven, ja, en ik ga lekker zuipen, ja, en dat is hem dan. En dan ben ik lekker verslaafd, hè, ja, en dan ben ik zogenaamd rock'n'roll, ja, en nou ja, en dan ga ik weer in kliniek in, hè. Die hazen is natuurlijk ook gedaan. En dan gaan we een kliniek in. En als we daar dan weer uitkomen, terwijl we dat doen, maken we een documentaire. En daarna ga ik weer naar een talkshowtje. En dan ga ik vertellen dat ik weer zogenaamd clean ben. En dat ik helemaal van de drugs en van alles af ben. En dan moeten wij dan, met z'n allen, moeten wij daar dan een zogenaamd... daar dan medelijden mee hebben, of we moeten dat geweldig vinden. Ja, ja, top. Geweldig dat je jezelf helemaal uit het dal geknokt hebt, weet je wel, die. Ja. En dat hebben we nu weer gezien. Wat denken ze wel bij die talkshows? Wat denken ze nou? Dat jullie en ik, dat wij achterlijk zijn. Dat wij zijn niet goed bij ons hoofd. Ja, we worden behandeld als een stelletje idioten. Alsof wij daarop zitten te wachten, op al die onzin. En nu was het dan weer de beurt aan Lil Kleine. Ja, die had ook lekker gesnoven en die had ook lekker gezopen. En ook een kliniekje in, ook een docu, allemaal hetzelfde verhaal. En dan moeten wij naar die onzin zitten luisteren. En dacht die Lil Kleine, ik kan het nog beter dan die hazes. Want ik ga gewoon mijn vrouw in elkaar slaan. Ja, dat deed hij. Ja, geweldig. Boem, boem, boem. Keer op keer. Ja, een vrouwenmepper. En een vrouwenmepper, die zetten we dan weer op tv. Ja, en dat moeten wij dan leuk vinden. Dat vinden wij allemaal dik in orde. Ah, dat hoog op, man. We zijn hier, daar bij Renze. Helemaal geschift. Waar slaat dit allemaal op? Waarom krijgt die man een podium? Wat komt hij daar doen? En dan, de grootste giller is dan... Dat was werkelijk... Er kwam helemaal niemand meer bij. Hij gaat naar de afkikkliniek daar in Thailand. En dan moest hij 12 stappen doorlopen. Maar na een stapje of 6... Toen had onze Lil het wel bekeken. Toen was hij er klaar mee. Ging hij weer weg? Ja. Hey, is hij goed? Ja. Ja, en hij drinkt nog steeds. Nee. Ik speel met vuur, maar ik drink nog steeds. Ja hoor. Nee, die is helemaal afgekikt. Ai. Nou, hey. Vrienden van de talkshows. Alsjeblieft. Hey, hou die bagger bij ons weg.